Wat een stil restaurant is het hier, hè? Zeker. Heel anders, ja. En ben je wel blij dat je nu toch nog hier aan het werk bent? Zeker, ja. Ik ben wel blij, ja, dat we nog mogen komen. Anders zitten we maar thuis. Dit is het bedrijfsrestaurant van de reclassering in Rotterdam. En dat wordt gerund door mensen met een kleine verstandelijke beperking. Ja, we hebben heel veel gasten altijd. En ja, wel tot over de 100 aan toe. En ja, die kwamen hier altijd heel graag. En ja, daar waren wij altijd lekker druk mee bezig. En dat is helemaal weg nu, dus dat is wel tijdelijk, ja. Want ook hier gooit corona roet in het eten. Gelukkig zitten ze niet bij de pakken neer. En wat doen jullie nu anders? Want jullie blijven wel komen. Maar jullie hebben eigenlijk niemand om voor te koken. Nee, behalve voor onszelf, ja. Nou ja, we hebben wel, vooral de laatste maanden, hebben we heel veel dingen schoongemaakt. Hebben de tafels opnieuw lekker mooi gemaakt. Het is wel wat saaier. Want normaal doe je zeg maar heel hard werken. En nu is het wat minder. Maar het is toch fijn om weer samen te zijn. En nu hopen dat het ook een keer voorbij gaat? Ja, ik hoop het. Maar ja, ik ben in ieder geval blij dat we lekker bij elkaar mogen zijn. Stoppen met de dagbesteding is ook geen optie. Nee, dat is geen optie, thuis zitten. Dat kan echt niet. Dat is zo saai. Als iedereen de hele dag thuis zit, dan... Dan zouden ze verpieteren. Ja, dat denk ik wel. En nu doen ze dus allerlei klusjes waar ze anders niet aan toe zouden komen. En met dat koken voor zichzelf komt ook de culinaire chef in ze naar boven. En het is van A tot Z en dat kan normaal niet. Want normaal doe je een stukje, als je 30 liter soep kookt, dan snij je misschien de helft van de zoete aardappels voor de soep. En nu heb je tijd om echt een heel gerecht te maken. En dat is heel mooi, want dat had anders echt niet gekund. En zo heeft ieder nadeel een voordeel. Want ze zitten voor de verandering nu ook zelf aan tafel. Dat is wel, wel leuk. Ja. En wat heb je gekookt vandaag? Vandaag hebben we nasi. Vegetarische nasi. Lekker? Ja.